eens iets drinken. Dit is eigenlijk geen waterglas. Het is eigenlijk geen waterglas, maar een ironglas. Maar ja, soms moet je het gek doen, hè? Welkom terug. Fijn dat je weer terug bent, want ik ben er ook weer met een nieuw verhaal voor deze week. Het prentenboek dat ik vandaag ga voorlezen heet Groot en Klein. En het is geschreven door Elisabeth Bennett. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Sorry. Laten we beginnen. Riep Klein. Ik kom eraan, zei Groot. De zon scheen en de velden stonden vol met bloemen. En daar gingen ze. Trippel, trappel, stap, stap, stap. Het bos was net een speeltuin. Het stond vol paddenstoelen en oude bomen. Ik kruip eronder door. Riep Klein. Ik klim er overheen, zei Groot. Wedstrijdje doen, giechelde Klein. En daar ging hij. Hij rende van links naar rechts. Boem! Auw! Riep Klein. Help me alsjeblieft! Klim maar op mijn hand, zei Groot. Dank je, zei Klein. En daar gingen ze weer. Trippel, trappel, stap, stap, stap. Na een tijdje kwamen ze bij een riviertje. Zullen we oversteken? Vroeg Klein. Ga jij maar eerst, zei Groot. Klein sprong van de ene naar de andere steen. Van je 1 en 2 en oeps! Ik kan niet verder, riep Klein. Spring maar achterop, grinnikte Groot. En zo gingen ze samen naar de overkant. Stamp, stamp, stamp. Etenstijd, riep Klein. Goed idee, zei Groot. Ze vonden een mooi plekje met bloeiende rozen. Eens kijken wat we hier allemaal hebben, zei Groot. Ee, riep Klein. Help me alsjeblieft. Groot wist precies wat hij moest doen. Honing voor de bijtjes, riep hij. En ze gingen samen eten. Hop. Na een tijdje kwamen ze op een heuvel. Na het uitbuiken van de lunch op de heuvel, vroeg Klein, zullen we van de heuvel afrollen? Ga jij maar eerst, zei Groot. En daar gingen ze tuimel, buitel, draai. Joepie! Oeps! Klein viel in een gat. Hallo daarboven, riep hij. Alsjeblieft! Groot pakte hem vast met zijn grote, sterke berenpoot. Oep. En toen liepen ze samen de heuvel af. Trippel, trippel, stap, stap, stap. Even later stonden de sterren aan de hemel en scheen de maan zacht. Ben je al moe? Vroeg Groot. Een beetje wel, zei Klein. Dan gaan we naar huis, zei Groot. Dat was leuk vandaag, zei Klein, toen hij in zijn bedje kroop. Zullen we het morgen weer doen? Oh.
Lijkt me een goed plan, antwoordde Groot met een gaap. Maar Groot kon niet slapen. Hij lag te woelen en te draaien. Zei Groot heel zachtjes. Help me alsjeblieft. Natuurlijk, riep Klein. Hij klom bij Groot in bed en ze vielen samen in slaap. En voilà, dat was het verhaal van Groot en Klein. Ik hoop dat jullie het net zo leuk vonden als mij. Vergeet niet om deze week elke dag minstens één keer naar het verhaaltje te luisteren. En als laatste, voordat we afsluiten, gaan we zoals gewoonlijk weer terugblikken op de belangrijkste woorden uit het verhaal. Bedankt om te kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen als je het leuk vond. En te abonneren op ons YouTube-kanaal om nog meer video's te zien. En dan zien wij jullie volgende week. Bye!